Hey mensen, Mark hier en welkom bij een nieuwe video. waarin ik mijn belofte heb gehouden, ik had gezegd dat de vorige video 500 likes had binnen 24 uur, dan zorg ik dat wij vandaag alle Advanced SPC Packs hebben. We hebben ook nog een Guaranteed Once to Watch Pack. En nog een heleboel meer. Duimpje omhoog op deze video Het zou heel erg waarderen. Voor als deze video weer de 500 likes staat binnen 24 uur. Dan streamen we maandag en hebben we een video op dinsdag. Pakken we allerlei dingen mee. Zorgen we ook dat we genoeg kunnen praten met jullie over teams en wat dan al. Maar laat ik vooral in de comments weten wie jullie guaranteed once to watch was. Als je die had natuurlijk. Het is wel zo'n belangrijk ding. Nou, voordat we die packs openen, we hebben één speler unlocked op stream gisteren. Dat is wants to watch Richarlison. Ook al heb ik een Heco Spurs. Uh, ik denk dat ze er wel 3-8 kunnen winnen. En hij gaat waarschijnlijk mee naar het WK. En Brazilië wint sowieso een wedstrijd daar. Dus hij krijgt twee upgrades. En ik heb zijn normale kaart drie wedstrijden zussen gebruikt. Daarin had hij drie goals en een assist voor mij. Dus ik ben toch wel geneigd om de kaart te lokken. In het kader van wat voor kwaad kan het nou echt? Dan hebben wij dus al die uh, advanced SBC's gedaan. En ik probeer. Kijk, als je het voor mij vorig jaar ook hebt gevolgd, dan weet je dit misschien. Ik, probeer, ik ben niet gierig, maar ik ben zuinig. Weet je, ik wilde kijken van, oké, okay, kan ik dit doen met zoveel mogelijk spelers uit mijn club? Dus wat ik gedaan heb, is ik heb wel Fudbin erbij gepakt, maar ik heb niet geprobeerd één, oh, één op één die oplossing over te nemen. Ik heb vooral geprobeerd ze te gebruiken als inspiratie, te kijken van, oké, okay, de oplossing gebruikt dit. Maar ik heb dit, dus kan ik dan misschien aanvullen met dat? En op die manier heeft het me redelijk weinig gekost, naast dat de store nu vastloopt, dus ik kan nergens bij. Kun je nagaan dat ik de game heb moeten restarten omdat de store het niet deed in de eerste week. Maar, uh, de SPJ kostte me niet gek veel. De League of Arbit kostte mij 1800 in totaal omdat ik 1100 coins uit moest geven voor de Fiendish SPC. Ik heb de game op Engels staan. Uh, en 700 voor de Advanced. De Puzzle Master en de Challenger kosten mij allebei 0. Uh, Hybrid Leagues kostte het meest. Die kostten mij nee, 25,1k. 14.750 voor de First 11 SPC. 8100 voor de Whole Nine Yards. En 2250 voor de Seven League Boots. En Hybrid Nations kostte mij 2850 coins. En die coins werden allemaal uitgegeven aan de Around the World SPC. Nou, voordat we die pack snappen, heb ik dus ook nog mijn Guaranteed Once to Watch. Wat eigenlijk betekent mijn gegarandeerde Tyler Adams pack. Dat is waarschijnlijk wat ik krijg. Dus we gaan het zien. Uh, ja, Tyler Adams, <laughs> 76-rated. Um, ik bedoel, hij gaat waarschijnlijk naar het WK, maar het is een 76-kaart. Zelfs al krijgt hij twee upgrades, dan is hij alsnog shit. Maar we hebben wel Once to Watch die we misschien een keer kunnen leveren bij een SBC. Um, Gegarandeerde 82 Plus. Ik weet niet meer waarvoor ik deze kreeg. Maar ik dacht van: hé, hey, we kunnen hem net zo goed gewoon meepakken. Wij krijgen. Uh, een borden is dat dan wel, geloof ik. Maar het is dan wel Romero. Die gisteren echt zijn bitch gemaakt werd door Gabriel Jesus. Dus, you know, hé. Eh, ik had het allemaal prima. En dan even kijken. Ik ook gelijk, ik pak gelijk even een 100k-pickje mee. Even voor de sfeer. Ik heb zoveel mensen goede dingen zien krijgen hieruit. Ik krijg. Uh, Engelse. What? Ah, Trent. <laughs> 80 verdedigen is enigszins grappig op dit moment. Maar 87, prima. De rest is iets minder super. Gakpo krijgt dinsdag, dus als het goed is, zijn Player of the Month SPC. Um, die wil ik wel voltooien, denk ik. Niet dat ik hem nou per se gelijkbaas ga gebruiken. Maar je hebt ook die rechtspack uh, van de level 15 speler in de Season Pass. En Bobby voor de level 30 kaart. Dus pakken we dat gewoon mee. Martinez is een oké okay kaartje. Daar betalen mensen nog wat voor. Niet dat het uitmaakt, want het is onverhandelbaar. Zapata... Netto kan ik wel doen. Die heb ik gekocht destijds. En Zapata kan ik missen. Uh, ik weet dat je dan normaal gesproken later in het jaar zegt van... Oh, wees voorzichtig met kaarten recyclen, met SPC's. Maar we hebben op dit moment twee SPC's. Of in ieder geval sowieso één. En daar komen we zo nog bij. Hier krijgen wij uh, Stefan de Vrij, een 84. Ook prima. Uh, niet echt plan te gebruiken. Ik wou dat ik deze kaart kon verkopen. Hij insta celt voor... Het is geloof ik 5k. Ik had hem dus nodig voor, ik geloof dat het was de First 11 SBC. Ik, ik heb echt een half uur lopen sniper voor 4,9k. Ik, ik heb niet zo erg mijn best moeten doen voor een kaart. Sinds FIFA 15 MLS team of the season. De kaart is serieus irritant om te krijgen. Maar, uh, ik ga nu alle, alle dubbele die ik krijg, die ik kan uh, verkopen. Stuur ik natuurlijk wel naar de transferlijst. En dan, dan listen we dat. En misschien krijgen we er 5k voor in totaal. Once to watch. Duits, Slotterbeck. Oké, okay, cool. Uh, geen idee wat ik moet verwachten. Portor moet verloren gisteren van Keulen. Met 3-2. Maar dit is wel cool. Spinat Sola is een goede kaart. 91 pace. Heeft hij wat voor skills en Weakfoot 4-4. Dat is wel echt wel heel decent eigenlijk. Uh, holding. <laughs> Lekker man. Dit uh, is decent. Dit is decent. Kijk, Bentokur kan natuurlijk geen rate van. Maar Once uh, to Watch en dan nog uh, Spinat Sola erbij. Ik weet niet eens hoeveel dat Zola waard is. Dat ik misschien wel moet checken. Dat vind ik helemaal niet erg eigenlijk. Dat ga ik heel eerlijk met je zijn. Dus. Dat mooi. Dan hebben we 45 K-Pack. Die krijgen we ook gewoon mee. Ik hoop wel. Nou ja, we hebben natuurlijk al een Once to Watch. Dus dat is wel cool. Maar ik hoop één echte banger te krijgen. Want ik zie zoveel mensen leuke dingen krijgen. Mensen die Icons krijgen. Of Heroes. Of Ronaldo. Of Messi. Nou, dat ik denk, yo, hey, gun, gun mij ook even. Kijk, ik heb in ieder geval wants Once to Watch. Ik mag niet ondankbaar zijn. Absoluut niet. Maar je mag altijd wel hopen, toch? Nu krijgen we. Waarschijnlijk Brozovic dan. Toch? Ja, 86 Prozo. Danilo Pereira. Ik bedoel, hier ga ik niks voor krijgen. Duur <laughs> Flashback naar de tijd dat hij een talent was. Maar ik bedoel, 86 is welkom. Als ik de Thiago Silva SPC zou willen doen, uh, zou hij goed van pas komen. Rare Gold Pack, deze kreeg je... Hey, geen idee, maar niet, niet heel goed in ieder geval. speler weer. Wat zijn vier, die vier lampen geven kleur? Of, ja, dat, dat is een beetje wat ik weet. En ik weet dat als het een walkout is, dan gaat die camera kennelijk een beetje naar links. Maar daar let ik nooit super erg op. 5K en Shadow. Ik bedoel, dat, dat is beter dan de... Luis Alberto kaart, als ik heel eerlijk ben. Uh, Rare Election Players. Was vorig jaar altijd best een betrouwbare pack. Nu is het. Is dat al goed? Ja, is dat. PK. 83 PK. Niet heel goed, niet heel spannend. Uh, de rest. Kalinic. Allemaal niet heel best. Die drie heb ik alle drie al. een duplicate, up bedoel ik vooral. Uh, 50k packs. Rare Man pack wil ik even meepakken. Die laatste 100k pack bewaar ik voor het eind, want die moet gewoon goed zijn. Borden weer. Schots. Oh nee, Rockout Robertson natuurlijk. Ik let niet heel erg op dat naar links gaan van de camera. Maar goed, 87 Robertson is natuurlijk hartstikke welkom. Vooral omdat ik ook al trend heb. In vorm Traoré. Wacht, is dus dat die. Ja, dat is die van, de, die van de Ajax was. Ik weet nog niet of hij nu goed is. Ik zou dan een fit moeten kijken of hij die Accelerate-stijl heeft. Ik denk het eigenlijk niet. Ik denk eerder dat hij iets van explosie. Nee, <laughs> Zo'n zo Tifo van Polen ga ik er maar net niet doen. Ik weet dat je ook nog een 100k-pack en een heel makkelijke 50k-pack kan unlokken uh, in Objectives. Dus we zullen zo nog even naar kijken. Absoluut. Mega pack, uh, weer een walkout dan? Of niet? Nee, maar type gewoon. Nee, keeper. Oh, nou, nou, never mind. <laughs> niet heel goed, 83. Uh, ja, ik heb al die SPC's al gedaan. Dus al die Argentijn uit obscure leaks. Dat, dat doet me allemaal niet zo heel veel. Simeone en Di Marco uh, heb ik denk ik al. Ga ik vanuit, krijg ik krijg in ieder geval 700 coins voor. Dat klinkt heel hypocriet. Vanwege dat ik net zei, ik check het wel. Maar je, je hebt uitzondering op de regel natuurlijk. Hier krijgen wij weer een borde. Uh, nee, Skinner, walk Walkout, net aan. Decent. Decent. Een paar walkoutjes. Uh, en dus zou je zeggen motivatie. Uh, wat krijgen we hier nog meer? Schlager en Burian. Prima. Uh, aan, die du aan die consumables heb je niks. Maar de walkouts zijn decent. In ieder geval. Dat, dat is één ding wat ik wel durf toe te geven. Die zijn nog oké. Okay. Oké, okay, 50k pack. Hopelijk iets goeds. Hopelijk, kom op. Inform. Welke? Orban weer. Uh, die heb ik al untradable. Uh, oh, Jori, Ook decent. Niet in het echt, gisteren. Maar Canales, Fabian. Fabian is zo sloom. Goedemorgen. Wat heeft hij qua skills en Weekfood? vier skills, 3 skills, weak food. Caramba. Uh, Canales, well, oké. Okay. Orban is zonde. Want die heb ik al untradeable. Um, dus we laten hem even zitten in de uh, in recovery lijst. Ik heb nog allemaal vijf recoveries. Dus als we hem per se nodig hebben, dan kunnen we hem altijd nog terughalen later. Nog een 50k pack is dan... Ja, geen idee. Belgische spits. Inter. No, Lukaku is een walkout. Ja. Ik moet er echt op gaan letten. Het is pittig lastig dit jaar, kan ik je vertellen. Werner is decent. Een paar duizend coins waard. Ja, een paar. Hij heeft vooral 90 PS. En is waarschijnlijk de beste Bundesliga-spits op dit moment in de game. Uh, Schmeichel is de speler die we allemaal echt 20 miljoen keer gaan packen. Maar ja, yeah, dit is hem allemaal net niet. Marega, koopt niemand. Like voor geen enkele oplossing. Wat dan ook. Dan nog een 100k pack. Please laat mij gewoon Nee. Zeker niet. Braziliaans CDM Fabinho 87. Ik bedoel, ik heb drie Liverpool walkouts. Uh, Arsenal moet volgende week tegen Liverpool. Dus stiekem hoop ik dat Arsenal dat ze goed afgaat. Ik bedoel qua ratings. Wat ik krijg, is het leuk en zo, maar uh, ik bedoel, ik, ik, kijk, het ding is nu, ik heb nu dus die paar gasten dubbel. En je hebt dus nog een paar perks paar die je kunt unlocken. Het zit bij Milestones en dan once to Watch Warm-up. Het is echt heel simpel. Uh, ...scoren een goal in drie verschillende wins... met spelers die je gekocht hebt in Squad of 7 Pro of Rivals. En dan de groepswoord is de 100k-pack. Team of the Week ja, is iets minder spannend. Maar goed, allemaal ook een 50k-pack bij. Dus daar kun je ook wel op letten. Uh, maar qua SPC's die we hebben. En die we dus gelijk ook kunnen doen als we willen: uh, Je hebt Thiago Silva. Die is 85-1 met 77 pace. Uh, medium high. Maar hij heeft kennelijk wel die Lengthy accelerate stijl. Dat is een ding voor next-gen. Maar yeah, dat, ja, dat is misschien een beetje tricky. Maar ook voor de PC-spelers dus. Maar we hebben ook Marcus Rashford. Niet heel spannend. Want 3-stay ja, weakfoot vind ik een beetje jammer. Maar we, we kunnen het misschien wel doen. Het is een 84, een 85 en een 86. En als we kijken naar Thiago Silva. Dan is dat uh, ook een 84, een 85 en een 86. Nou, er zit geen cam op. Dus we kunnen letterlijk erin dumpen wat we willen. En dat is, ja, dat het eind van vorig jaar ook al hadden soms. Dat is heel nice. Cassier boeit me niet echt. Want Ivorcus gaat niet naar het WK, geloof ik. Ik kwam er niet op, maar ik geloof dat Ivorcus niet naar het WK gaat. En hij krijgt wel natuurlijk de Barcelona-upgrade. Maar ik vind de kaart gewoon niet heel spannend. Like, Van de player of de man, gaat beter zijn. En aangezien we die ik hopelijk vandaag krijgen. Denk ik dat ik eerder ga voor Valverde. Want zijn normale kaart ja, is al heel interessant. Um, dit is mijn teampie op dit moment. Daar kan natuurlijk het een en ander aan veranderen nu. Ik kan een paar van die Liverpool gasten erin gooien, want ja, ik ze nu toch, weet je wel. Dus dan zou je zeggen, Robertson, Arnold en Fabinho zouden erin kunnen. En dan misschien voor, kijken. Wacht, misschien zou het werken als ik, wacht hier, dan verlies ik één cam. Maar als ik dan hem hier zo zet. Ja, van verder zou me hem op full cam brengen, dus dan gaan we gewoon zijn player of de man verhalen. Uh, en dan komt dat op zich wel goed. Dan hebben we wel een leuk teamje denk ik. Ik weet dat mensen zeggen dat Gabriel eruit moet. Dat komt nog wel. Maak je geen zorgen aan. Alles op zijn tijd daarmee. Maar ik wil jullie bedanken voor het kijken. We hebben nog ones to watch. We hebben wat workouts gepackt. Maar helaas geen Messi of Ronaldo achtige dingen. Oké okay, typisch. The game is the game. Dat gezegd te hebben. Uh, ontzettend fijn dat jullie er waren. Hopelijk hebben jullie meer lukt dan ik. En dan uh, ja, zie ik jullie ja, misschien morgen weer. Uh, of anders dinsdag. Het is maar net wat jullie willen. Joe